Techniek is de motor achter innovatie in onze samenleving. En innovatie is hard nodig, want ons land staat de komende jaren voor flink wat uitdagingen. Onze energiebronnen raken uitgeput, de zorg dreigt onbetaalbaar te worden en ons land dreigt dicht te slibben. Daarnaast stellen we steeds hogere eisen aan onze leef- en werkomgeving. Hoe gaan we hiermee om? En hoe kan de installatiebranche met zijn nieuwe technieken daaraan bijdragen? Wat is de techniek achter het Nederland van nu en in de toekomst? De intensiteit van het reizen blijft toenemen en het risico bestaat dat ons land dichtslipt. Techniek draagt bij aan oplossingen om dit te voorkomen door middel van high-tech verkeerscentrales en nieuwe navigatiesystemen. Daarnaast zorgt de installatiebranche voor de infrastructuur die nodig is voor elektrisch vervoer. Veel gebouwen in ons land voldoen niet meer aan de eisen van de moderne tijd. De installatiebranche speelt de komende jaren een belangrijke rol om gebouwen en woningen een tweede leven te geven en met innovatieve technieken klaar te maken voor de toekomst. Mensen willen steeds meer en steeds sneller communiceren en altijd toegang hebben tot informatie. Installerend Nederland zorgt met snelle communicatienetwerken en energiezuinige datacenters dat dit mogelijk is. De installatiebranche speelt een sleutelrol bij de omslag naar een CO2-neutrale maatschappij. Installateurs ontwikkelen zich tot energieadviseurs. Willen we deze wereld netjes doorgeven aan de volgende generaties, dan moet de CO2-uitstoot beperkt worden. Kostenbesparing is een belangrijke drijfveer achter innovatie. Als de kosten niet beperkt worden, zal de zorg in Nederland onbetaalbaar worden. De vergrijzing speelt hier de grootste rol in. De installatiebranche helpt om de zorgkosten terug te dringen door woningen levensloopbestendig te maken en met innovatieve oplossingen in ziekenhuizen. Slimme installaties maken woningen en gebouwen comfortabeler, veiliger en energiezuiniger. Dat kan op kleine, individuele schaal afgestemd op persoonlijke behoeften. Maar ook bestaande publieke gebouwen komen in aanmerking voor verbetering. En dan gaan comfort en duurzaamheid helemaal hand in hand. Besparingen zijn bij productieprocessen in de industrie al jaren een van de belangrijkste aspecten in de bedrijfsvoering. Innovatieve besturingssystemen en procesinstallaties helpen om de kosten te reduceren. Ook zorgen ze voor een gegarandeerde productkwaliteit en productiezekerheid. Zo blijft onze industrie concurrerend ten opzichte van het buitenland. De manier waarop we naar gebouwen kijken en erover nadenken is snel aan het veranderen. Tot voor kort gingen we ervan uit dat gebouwen vooral zo weinig mogelijk energie moesten verbruiken. Inmiddels zijn we verder. Een gebouw kan niet alleen energiezuinig zijn, maar zelfs energie produceren. Een veilige leefomgeving is ontzettend belangrijk en draagt bij aan een succesvolle samenleving. Om dat te bereiken moeten we systemen hebben die waarschuwen, inspecteren, tegenhouden of toelaten. Maar installaties zorgen er ook voor dat we met geautomatiseerde gemalen tegen het water en mogelijke overstromingen beschermd worden. Want Nederland en het water, dat is een natuurlijke combinatie. Het is onze vijand, maar tegelijk onze vriend. Onze waterexpertise en schepen worden wereldwijd ingezet en nieuwe installatietechnieken dragen bij aan de verdere ontwikkeling van de maritieme sector. Vanaf 3 september is het nieuwe televisieprogramma De Techniek Achter Nederland te zien op werkdagen op RTL Z.